Jeetje. Goedendag, beste kijkers. Welkom bij Lekker Pleitje. Mijn naam is Martijn Vaassen. En vandaag hebben we de rubriek Nu in de Kas. En de gast zijn vandaag Ruud Kolen, Frank Konings en Bas Dassen. Welkom, jongens. Hey. Hoi. Ja. Goedenavond. Nu in de kas, hè. Heel simpel. We hebben allemaal in de laatste paar maanden weer allemaal nieuwe platen aangeschaft. Dat kunnen we toch maar niet laten. Daar hebben we er eerder drie van uitgekozen. En die willen we vandaag allemaal in de spotlight gaan zetten. Ruud, wat heb je als eerste pleitje? Wat stel je voor ons hebben, jong? Oh, ik moet beginnen. Je mag beginnen vandaag. Dat is mooi. Laat maar eens in. Haha! Natuurlijk. En meteen... Ja, ik kom een plaat wegzetten. Nee. Oh, goed, dat is... Motorcycle. Yes, Motorcycle. Dat is de band. Wat moet ik hiervoor zeggen? Voor Motorcycle. Geniale band. Ze al sinds de jaren 90, misschien wel eind jaren 80. Dat zou kennen, ja. Zou kennen. Sinds het bezig. Waanzinnig veel albums uitgebracht. Ik heb dus verschillende pasten, wat ik zou zeggen. Het vult nooit tegen. Het is meestal is het, voor dik hout zak met planken. Jongens hebben over alles gedaan, van metal tot... Ja. Beach Boys. Wat? De Beach Boys, echte platen. Beach Boys, echte platen. Ja, de kent ze jazzplaten. De kent ze gek niet opnemen. Goed, zeg. Ze hebben met de Tussel nog eens gedaan. Dus Zwan, een hele vreemde band. En nu met hun laatste plaat. Ja, spannen ze wel weer de code eigenlijk. Ze hebben een aantal platen gemaakt die echt nog boven hun niveau liggen wat ze normaal maken. Mm-hmm. Hier maken 1 à 2 jaar maken ze een plaat, of meer. En soms komen ze boven dat niveau uit. Wat gebeurde dat met de Dactifying Unicorn. En ze zitten 3 man glunderen. Fantastisch. Martijn, we hebben vast nog wel het concert wat we daarvan gezien hebben. Oh, merk je, man. Ja. Dat was wel onzin. Ja. Maar dat is weer gedaan. De plaat... is een double LP. Motorcycle zo, motorcycle is om een geitje uit te halen. De plaat begint... met... Als je het schoot op 3... Ja, dag 3... Eigenlijk gewoon een motorcycle nummers. Het verlengde eigenlijk van hun andere 2 LP's, wat ze in deze serie hebben uitgebracht. Ja, ze zijn een nummer bij de Magpies. Echt een waanzinnig nummer. Echt een heel waanzinnig nummer is dat. En dan gewoon geliefd door de plaatkant 3 en 4. Want ja, daar gebeuren zaken op dat. Het is echt waanzin. Het is complete waanzin wat er gaat door Lotte Werre en die zich toch opnieuw presenteren aan de Psychonauts. Het is een stuk van denk ruim 40 minuten. Opgeboet uit platen van 2 delen. Platen 2 en 3. Er is een hele lange trap. Jelle zware stukken richting Susan Jennings. Drumwerk vult me graag op. Snel drumwerk. Het is een 2 gedeelte inderdaad. De middenstuk is een stuk rustiger. En kabbelt het, wordt het echt een stuk rustiger. Een stuk binnenliezer. Ja. Daarna gaat het weer echt bergen opwaarts. Door hele hoge hoogtepunten, zou ik wel zeggen. Ja. En dan kreeg ze plaatkant 4, en dat zijn eigenlijk Shuspie plaatkant 1. Weer
drie of vier aantal normale, prima motorcycle nummers. Maar ja, het middenstuk van die plaat, plaatje 2 en 3, is echt stegen ze weer eens boven alles en iedereen doet. Ja. Het kent gewoon niet anders. Als ze dat waars, dan denk je van ja, wat gebeurt hier in godsnaam allemaal? Ja, precies. En normaal heb ik ze gehad van ja, luister het morgen ook wel een keer. Ik bedoel, als je gewoon 3, 4 jaar achterheen hebt, dat je geluisterd. Van ja, wat is dit? Wie groot kan ze zijn? Ja. Echt alles klopt aan het hele stuk. Die andere nummers zijn fantastisch, die gaat je stellen doen, maar ja, dat is echt. Ja, er komt gewoon superlatieve tekort om dat naar toe te leggen. Frank, wat is die eerste plaat voor vandaag, jong? Nou, als we het toch al hebben over andere werelden en zo gaat, dan kom ik met deze plaat. Ik weet niet of je het kunt zien, of dat er blinkt. Ja, ja, perfect. Pyramidal. Met Frozen Galaxies. Goed zo, jong. Vertel. Het is een Spaanse band. De plaat is uit 2013, volgens mij, op Crowded Mind Records uitgebracht. Oh. Het begint met een Spaanse gitaar en het eindigt met een Spaanse gitaar. En wat is ook alles met gezag als het geeft om dat ze het herkent dat als Spaans, zal ik maar zeggen. Okay. Het is psychedelic, space rock, beetje proggy, zal ik maar zeggen. Sommige nummers, dat gaat weg van stoner, gewoon vette riffs. En de overheer gewoon een hele spacey sound met van die Star Trek geluidjes. En ik vond het allemaal. Het is met z'n veren. En voor dit album is er ook eens bij de sitar speelt en nog eens de saxofoon speelt. Ja. Het is met allemaal echt stevig voortstuwende drums en bas, zal ik maar zeggen. En gitaar. Met afwijkende maatsoorten, gekke overgangen. En daarover her gewoon gitaarsolo's, saxsolo's. Met heel veel dynamiek. Af en toe een rustige passage, zal ik maar zeggen. Het eerste kant heeft 3 nummers en de tweede kant is 1 nummer. En het is een soort reis door de ruimte, zal ik maar zeggen. Ik ken toevallig een angerband wat dat soort dingen live deed. die band toevallig. Ik zou zeggen, luister dat. Dus ik denk dat het wel, gaat herkenning opleveren of zo gaat. Denk goed. Dus, het is echt een super toffe plaat. Ik heb ze bij toeval een keer ontdekt in een luistersessie met Gert. Mm-hmm. En toevallig heb ik ze laatst een keer via Bandcamp besteld. Gewoon direct van de band. Ja, top. Hey. Limited edition, 500 stuks, geloof ik, uitgebracht. Ik geloof dat ik 223 of zo gaat hebben. Maar ja, dat maakt allemaal niet zo goed. Het gaat natuurlijk om de muziek wat erop staat. Ja. Te gek, man. Hey, ja. Is dit instrumentaal? Dit is niet helemaal instrumentaal. Er staan geloof ik 2 nummers op, gewoon een beetje hele monotone, beetje overstuurde zang. Ja. Zang. Pratende zang, zal ik maar zeggen. Dat is niet, dat past wel heel erg bij de muziek, zal ik maar zeggen. Dat wordt een beetje stoner-achtige feel, heeft het voor mij af en toe aan. Ik weet niet. Het leed me af en toe een beetje denken aan die band. Hij is vroeger in Eindhoven ook zo'n soort stoner. 727? Nee, een ander. Loose. Je hebt er een cd van. Loose. Ja, ik weet het niet meer. 35007. Nee, nog de angst daarvoor nog, denk ik. Nog ouder. Maar dan maken we hier al niks goed. Cannibal Planet. Nee, laat me ophouden met alle. Nou, ik ken ze dadelijk even gaan pakken met de kaasmachine. Allemaal ben ik te min. Er is te min. Nee, maar het is echt gewoon vette riffs. Gewoon coole muziek. Lekker spacey sound. Door de ogen toe. Lekker op de bank en de best vertrokken, zal ik maar zeggen. Echt een top plaat. Bas, jong. Bassie, wat mocht het zijn, de eerste plaat van Dave vandaag? Ik heb gans anders, maar minstens zo cool, althans, dat vind ik. Zij heet de Lounge Lizard. Ja.
plaat die het, dat zei hij hier nog wel, plaat het Big Heart, live in Tokio. Ja, de Lounge Lizards. Ik heb er tot een half jaar geleden nog nooit van gehoord. Maar ik hoorde op een gegeven moment lid van Abnormal Music op Facebook. Ja. En daar ben ik op een gegeven moment maar uitgegangen, want de rare bands die bleven komen. Maar een van de eerste bands die ik daar zeg maar, als tip van hen gekregen heb, waren de Lounge Lizards. Ik ben dat eens gaan loesteren. En ja, die zin begoos eigenlijk, ze noemden zichzelf fake jazz. Dus niet echt jazz. Want het was eigenlijk meer een punk band. Maar die dan wel met instrumentale nummers. En dan alleen maar op jazz instrumenten. Wow, okay. Maar de hoofdman, dat is Demi. Joaquin Phoenix. John Lurie. Oh. John Lurie is een vriend van Tom Waits. En een vriend van Jim Jarmusch. Ja. En Jim Jarmusch heeft een aantal hele rare, eerie, zwart-wit films gemaakt. Met John Lurie en Tom Waits in de hoofdrol. En ja, dan zitten ze alle eigenlijk in een aparte hoek, zeg maar. En wat die maken is gewoon hele helle jazz. Maar het is eigenlijk geen jazz, het kent ook rocks in. Ja. Er zitten nummers in. Dat is meer filmmuziek, echtig. Ja. Wel allemaal met die jazz-instrumenten. Want ook Hebe hebben ze dus bas, piano, drums en gitaar. En de gitaar is dan niet zoals de meeste jazzbands, dat het een akoestische gitaar is als begeleiding. Maar hier doen ze dan, net zoals Fripp, snerpende tegendraadse gitaarsolo's. Door de mooie altsax, trombone en tenorsax. Dus dan hebben ze hele mooie melodieën, spelen ze. En dan komt de gitaar er doorheen. En dan wordt het toch een hoop getrip en getrip. En op een gegeven moment dan is het een uitbarsting. En dan gaat, ja, meestal dus John Lurie, gaat dan door met een melodie. En die anderen doen dan de achtergrondmelodie, zeg maar. En de gitaar verdwijnt dan een beetje naar de achtergrond. En zo'n truc zoon ze de ganse tijd. En ja, die melodie, zeg maar, dat is net zoals een refrein in een gezongen nummer. Dat is, gaat dat blijven hangen. Een aantal tonen achterin die echt tot de verbeelding spreken. Heel mooi. En op een gegeven moment dan de nummer zakt dan helemaal weg. En op een gegeven moment hoort ze alleen nog maar Afrikaanse trommeltjes. Want dat gebruikt ook heel veel. En piano. En dan wordt het op een gegeven moment zo zacht. En dan denk ze van, wat is hier? Wat is? Steekt het nummer nog wel aan? Is er aan de plaat? En op een gegeven moment dan gaan ze dus weer naar zo'n climax toe. En dan hebben ze gezegd van, wow. En ja, die combinatie doen ze dus niet in alle nummers, gelukkig. Want dan wordt het natuurlijk kou saai. Maar ze maken zo'n aparte nummers. Ja. Het is met jazz instrumenten. Nou, dan kennen ze het geen echte jazz noemen. Het viel toch in de groep, of onder de grote noemer jazz. Want ja, free jazz, dat is ook nogal freaky. En daar zou ze het dan toch wel kunnen onderscharen. Maar niet, ja, het is ook niet een pure jazzvorm. Klinkt gewoon super cool. Ja. En ze hebben, ze zijn in 81 begonnen en in 98 zijn ze uitgescheid. Dan kreeg Lurie de, ik weet nog wat er kreeg, maar het is een ziekte waardoor eigenlijk niet meer op de planken kan spelen. Dus het was zich teruggetrokken, is er gewoon schilderen, want dat deed je van tevoren ook al. Maar die hebben in die 20 jaar hebben ze dus eigenlijk maar 4 studioplaten uitgebracht. En een stuk of 5-6 live platen. En die live platen waren meestal voor 90% nieuwe nummers. Ja. Dus die nummers die stonden dan heel dik alleen maar op een live plaat. Wie dat nummer Big Heart, wie dat album ook hebt, staat alleen maar op deze plaat. En op een latere cd dan. Maar niet, dat hebben ze dan niet op een studio gedaan. Dat maakt het ook wel uniek. Dat het niet een persiflage is van de studioalbums. Want ja, daar zijn er te weinig van. Ja. Ik vind het heerlijk om te luisteren, omdat er was constant uitgedaagd, doordat het zo apart is. Ik heb ook een eerste plaatje en ik moet gewoon ze erbij pakken. En terwijl ik dat doe, moet ik even heel goed kijken. Waar mijn hand hou? Want als ik mijn hand niet goed hou, werden we misschien geband op YouTube. Oh.
Die heb ik wel eens gezien, die. Die heb ze wel eens gezien, denk ik, die plaat. Hè. Die hebben we hebben let's gezamenlijk een hele schmer uit Italië laten komen. En dan zat deze plaat ook bij. Het is een soundtrack. En de soundtrack van de film La Ragazza Dalla Pella di Luna. En dat betekent, ik heb het opgezocht, het meisje met de maanhuid. Dit is echt een film in de categorie soft erotiek uit 1972. De film staat in zijn totaliteit op YouTube, de hoogste niet te kijken, want het is niet eens niveau RTL Plus, zeg maar. Dus dat kennen ze overslaan. Maar de soundtrack is te gek. De componist is Piero Umiliani. En dat is een gerenommeerd Italiaanse componist. Ja, goed, en als je aan Italiaanse componisten denkt, ja, dan denken ze meestal met het eerste aan Ennio Morricone. En dan kan ik me voorstellen dat de heer Piero Umiliani daarvan in de schaduw had moeten staan de ganse tijd. Maar het is net zo gaaf. Het is een hele andere sfeer dan Morricone. Deze meneer Piero Umiliani, dat is een beetje een obscure naam, maar iedereen kent hem, want zijn bekendste werk is van Sesamstraat. Dat nummer kent iedereen. Dat is zijn bekendste werk, maar hij heeft waanzinnig veel soundtracks gedaan en ook de soundtrack van deze film. 1972 dus, en de sound ervan is voornamelijk easy listening, loungy, jazzy, met strijkorkest. En een beetje een romantische sfeer van niet zozeer alleen van soft erotiek films, maar überhaupt van die romantische films uit de jaren 60 en de jaren 70. Uit Frankrijk en Italië, die heb je meestal zo'n hele typische soundtrack. Echt een beetje zo'n dunne, jazzy klank met strijkorkest. Ja, en ik hou daar heel erg van. En deze plaat, het is ook der sound. De film heeft één muzikaal thema. En dat komt dus ook weinig gedekt terug op deze plaat in verschillende hoedanigheden. Onder andere al meteen in het eerste nummer werd het thema zeg maar gezongen door een hele hoge vrouwenstem. Volgens mij is dat een sopraan, als je het muzikaal technisch gaat bekijken. Dus een hele hoge. Kan zich er wel even voorstellen, hè? Toch even terug naar Morricone. In Once Upon a Time in the West, eerst keer als Claudia Cardinale in beeld komt, dan was ze ook zo'n muzikaal thema met zo'n weemoedige sopraan. Ja, dat begint deze plaat dus ook met, maar dan is het niet zozeer weemoedig, maar wel meer romantisch. En het is 1972, dus af en toe komt er ook het funkies voorbij en gaat... Ik zit dan helemaal voor me, ga in de opnamestudio allemaal van die gestudeerde muzikanten met hummus aan en sliepjes. En die gewoon dan funk spelen en dat soort dingen. Ja, goed, dat komt natuurlijk heel lang eens uit. Als dat bijvoorbeeld zo'n band wie Parliament Funkadelic dat zou doen, maakt niet uit. Want het klinkt heerlijk. En deze plaat heeft dus, ook al heeft ze de film niet gezien, een heerlijke sound dus, een heerlijke klank, lichtvoetig. Instrumentaal, als er gezongen werd, dan is het alleen oes en aas. En dan op een gegeven moment, ergens, op kant 2, komt dan ineens een soort stoner rock nummer voorbij. Echt gewoon. Een nummer met een overstuurde bas en met een gitaarriff elektrisch. En dat werd dan natuurlijk ook weer gebracht door die man met die sliepjes en die overhummers. Dus het klinkt weer totaal anders als dat ze zouden verwachten van een dikke rockband. Maar dat maakt het dus de ganse tijd uniek. Dus dat heeft te maken met studiomuzikanten die waarschijnlijk allemaal conservatorium hebben gestudeerd.
En gewoon dan allemaal moderne muziek, zeg maar, spelen. En dan kunt dan natuurlijk weer heel gedangen zoet als dat ze zelfs verwachten. En dat maakt deze plaat dus heerlijk. Dus nogmaals, de film hoeft ze niet te kieken. Maar de plaat zou je zeker een keer beloesteren. La ragazza dalla Pella di Luna van Piero Umiliani. Goed. Ah, oh, ja, super. Fantastisch. Ja, helemaal goed. Het is de band Quiet Sun. Is opgericht in 1970. Spelen in principe twee bandmensen die later in grotere bands terechtkomen. De heer Manzanera. Dan komt later natuurlijk die Roxy Music terug. Ja. Manzanera, dat wordt bezig met een eigen plaat in 1972. En daar heeft de studio afgehuurd voor 26 dagen. Voorzien plaat Diamond Head. Een plaat die hier onder eigen beheer had gemaakt. Of onder zijn eigen naam, zo moet ik het zeggen. Maar hij wordt quasi nonchalant even vergeten om zijn management in te lichten dat er ook de heren van Quiet Sun in de studio heen. En dat er die plaat ook maar meteen even opnam. Dus toen die plaat kwam, zei hij tegen het management van ja, ik heb nog mijn plaat opgenomen. Hier is de mainstream van Quiet Sun. Muziek is uit de Canterbury scene. Is voor ja, voor u is dat nog wel bekend. Scene in Engeland. Wat bekend staat. Ik heb er bijvoorbeeld vandaan. En ja, nog een aantal bands. Ze worden een beetje bevriend met wat later Soft Machine zou worden. Daar kijken ze heel erg tegenop. Ja. De ouders van Manzanera die worden bevriend met de ouders van Robert Wyatt. Ja. En zodoende, ja, ons kent ons, Wyatt zat met Soft Machine te spelen. En hij waren dan tot ze de dag erna zouden spelen met Pink Floyd in de zaal. En zo gaat allemaal, die geetjes. Dus de plaat is proggy. Prog met jazz eigenlijk. Ja. En dan een beetje in de jetste dagen van de Soft Machine, zo was het een beetje zin. Maar dan wordt er geen gitaar gebruikt. En hier dus, wauw. Brian Eno heeft ook nog een rol metgespeeld in deze plaat. Ook nog een participant. Oh nee, Ian McCormick, die is later met Magic Mole gegaan. Ja. Later hebben ze nog eens een ander bandje opgericht. Dat heet de 801 Group. Ook met Brian Eno en nog een paar van die prominente uit dat tijd. En uit die plaats. Ja, te gek. De 52 zijn ze helaas ter ziele gegaan. En is dit eigenlijk de enigste plaats van hun. Ik heb er heel lang gezocht. En ik word op een zaterdagmorgen wakker en ik word een beetje te Facebook in bed. En ben zenig te groot dat de jongens gekomen. En ja, nou, je kent me een beetje. Dus, ja, best. Was er als de kippen bij, zal ik maar zeggen. Niet zo. Ja, Martijn, volgende pas geleden nog. Wat heeft ze boven die verlangde is gestaan? Ja, dat wordt deze plaat. En nou, ik ben ja, zo bezig kijken tot ik ze eindelijk heb. Frankie, tweede plaatje van dich? Yes, van de jazzy plaatjes uit de jaren 70. Waarvan nou de jazzplaat volgens mij van 2020. Nubia Garcia met Sauce. Yes. Is haar lang verwachte debuutplaat. Komt uit Londen, de Londense jazz scene. Volgens mij 28 jaar. Het van tevoren waren al ontelbaar veel samenwerking gedaan met allerlei artiesten. En ook een paar EP'tjes gemaakt, zal ik maar zeggen, in eigen beheer. Maar dit is haar eerste, of haar echte debuutplaat, zal ik maar zeggen. Het is een dubbel LP. 9 nummers op 4 kanten. Zo. Dus het zijn lange nummers. Het is nogal interessant. Ja. Ja.
En het is de basis, spiritual jazz, het misschien neem eens gaat, maar spiritual jazz is eigenlijk 1965 of zo, is een soort muziekstroming door John Coltrane, ik moet zeggen, is bedacht, zoals wie ze dat kan zeggen, dat is eigenlijk jazz met ja, door etnische toonladders in, zal ik maar zeggen, dus gepikt uit de niet-traditionele jazzmuziek, zal ik maar zeggen. Dus eigenlijk muziek van andere culturen en zo gaat allemaal. Mm-hmm. Probeer niet zozeer geit om de toonladders en zo gaat wat ze spelen, maar meer om het gevoel wat het opruipt. Om een soort spirituele ervaring, zal ik maar zeggen. Wat ze denken op deze tijdens het spelen van en tijdens het noesteren van de muziek. Ja. Er zit de invloed in van reggae, funk, dub, afrobeat, Latin. Het is, het is saxofonist trouwens, het heb ik nog niet gezegd. Het is echt fantastisch. Er zit zoveel energie in die plaat. Ik denk zelfs in een dwangbus kan ze niet stil blijven zitten als ze deze plaat bezig is. Ze zijn met zijn veren in de basis. Daniel Casimir op bas. Joe Armin Jones op toetsen. Dus speelt voornamelijk Fender Rhodes. En Sam Jones op drums. Ja, en die jongens die gaan tekeer. Dat is gewoon echt totale waanzin. Het is echt fantastisch. De bas wat erin zit, is erin gemixt. De vult ze gewoon in de boek. De bas is zo fantastisch erin gemixt. De deist zijn ogen toe. En de stelt zich veel dat ze of in een intieme zaal zit of dat ze op een veld ligt. In het gras, zeg maar zeggen, wordt ze die muziek gewoon live hears. En de beste gewoon bie. Dus echt fantastisch. Het is geproduceerd door Quest. En de producer ook volgens mij goed het Verenigd Koninkrijk. Mm-hmm. Die hebben veel meer met Bobby Womack samengewerkt, met Céla Sou het samengewerkt. Het is niet alleen instrumentaal, af en toe zit er ook het van zangbi, maar dat is dan niet zang, zal ik maar zeggen, wat ervoor zorgt dat de muziek gaat vertellen of zo, dat is een soort onderdeel van de muziek. Het zijn get oes, get a's, zal ik maar zeggen, maar ook met get tekst, maar het ligt allemaal ja, het is ten dienste, zal ik maar zeggen, van de muziek en niet zozeer ja, als leidend voorwerp, zal ik maar zeggen, erin. Mm-hmm. Ja, dit is echt de plaat, volgens mij op jazzgebied van dit jaar. Absoluut, ik denk. Als ze zo'n plaat als debuut uitbrengt, dan legt ze de lat voor zichzelf wel bijzonder hoog. Kamasi Washington. Ja. Die heeft ook The Epic gemaakt. Dat is ook spiritual jazz, zal ik maar zeggen. Het heeft een beetje de moderne, frisse jazz sound, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Natuurlijk wel op haar eigen manier. Ik vind dit toch het etnischer klinken, zal ik maar zeggen, voor zover ze dat kunnen zeggen. Mm-hmm. Maar ja, dat is inderdaad wel moderne jazz. Dus geen jazz wat ze in de jaren 70 sowieso niet qua productie, zal ik maar zeggen, maakte. En het had, ja, voor mij had het wel een soort live feel over zich heen. Dus ik kan me heel goed voorstellen, ik bedoel, bij sommige jazzplaten, sommige platen überhaupt, kan zich heel goed voorstellen dat u in een studio samen zitten te spelen en die zijn een plaat aan het maken. En dat kun je op de platen staan en dan heb je het idee, ja, dat is gewoon inderdaad een plaat die in de studio is opgenomen. Maar dit is een plaat waarvan ik zou zeggen, nou ja, dit kan net zo goed live zijn, zal ik maar zeggen. Ja. En het is gewoon energie. Dan zijn we weer bij de heer Bas Dassen uitgekomen. Ja, weer gans geranders. Yo. Dit is... Kijk, dat vinden we fijn. Dat is ja een ganze tolle Sache. Dat is een live Schallplatte. Ja. Met de Helmut Hattler op bas en vocals. Ja. Peter Wohlbrand op gitaar en vocals. Jan Friede op drums. En Johannes Pappert op de alto sax. Eenzame klasse. Ja, dat is ja großartig. Ik hoor, ja, dat ook weer zo'n toevalstreffer eigenlijk. Ik hoor het loesteren op YouTube en toen kwam dat ook als suggestie langs. En ik zet dat eens op en ik denk van, wauw, wat is dit? Ja. Dat is gewoon een combinatie tussen jazz en rock. Ook wel get funky-achtig, maar toch meer aan de rockkant.
En ja, dan het is eigenlijk gewoon een rockband met een saxofonist, die dan net zo wie die gitaar allemaal solo's geeft. En de meeste nummers hebben een flinke drive, dus dat is een lekker tempo. En ondertussen komt er weer een lekkere gitaarsolo langs, en dan is dat app dan een beetje weg, en dan komt dat saxofoon erin. Soms doen ze dat tegelijkertijd. Soms hebben ze een aantal breaks ertussenin, of dat de muziek even rustiger wordt dan een hele mooie, lieflijke saxofoon solo gespeeld wordt. Hoe nog dat tempo weer omhoog gaat en weer flink vaart gemaakt wordt. Het is live opgenomen in 1974 of zo, in Quartier Latin in Berlijn. Super. En het live, dat spat er ook echt vanaf. Ja. En toen ik dat net leerde kennen, heb ik natuurlijk flink het recensies gelezen. En ik heb geen enkele gelezen die tegenviel. Iedereen was zo lovend, dat ik al gewoon, alleen al door het lezen, zin heb om dat weer opnieuw te loesteren. Goed zo. Dat was zo cool om te lezen en dan was het weer. En dan hebben ze gezegd, ja, die lui hebben ook inderdaad precies beschreven wie het zich aanhoort. Mm-hmm. Het is echt fantastisch. En het is een dubbel. Het zijn twee nummers per kant eigenlijk. Eén nummer van een minuut of vier, zes. En één nummer van een kwartier ongeveer. Nou, die korte nummers zijn het heftiger. En die lange, daar kom ik het meer tempowisselingen in voor en zo. Maar die gewoon dan ook dikker tot het gaatje. Die gewoon echt tot het uiterste, die nummers. En, ik koos er geen enkel nummer van. En het is ook niet echt bekend, heb ik het idee. Maar wie een hele grote groep luisteraars wel, maar niet wie, het is niet populair, zeg maar. Een goede duimen. Ja. En je staat Jerk of Life, Nam Nam, Holiday on Matterhorn. Andy Nogger. Andy Nogger! Dat is in de classic, ja. Kraan Arabia. Oké. Okay. Daar eindigen ze met, dus dat is ook in de classic. Lonesome Left Boy. En Hallo, ja, I don't know. Super veel humor. De nummer, Sarah's Riet durft in Schwarzwald. Jawohl. Gewoon van Duitsland, gewoon van Australië. En ik ben in Australië, gewoon van Melbourne. Oh. Ja, ja. Dit is de plaat King Gizzard and the Lizard Wizard with Mild High Club. En de plaat heet Sketches of Brunswick East. Kent je die plaat, jongens? Nee. Oh, dit jaar een Store Day release van hun, hè? Record Store Day release, dat zou ik kennen. Een afbreekbare platenhoes, zoals ze gaat. Een biologisch afbreekbare platenhoes. Oh, ja, te gek. Ja, zo'n band is het wel. Het is een band met ideeën. King Gizzard and the Lizard Wizard. Dat is natuurlijk een bandje die binnen bepaalde kringen ontzettend populair is. Spelen op festivals in Nederland en door Boete. Best Kept Secret onder andere. En ik koos die band eigenlijk alleen van naam. En ik heb altijd gezegd van, dat zal wel een of andere heavy, stoner, bluesrock band zijn, of ze gaat. Maar ze hebben net een nieuwe plaat uit en daar heb ik gezegd van geloosterd. En er komen een hele andere sound uit. Het is meer een soort van een garage psychedelische band. Dus een beetje een vuige sound. En semi-heavy nummers, toch wel. En een beetje een maffe bezetting met twee drummers en twee of drie gitaristen. Het is een beetje een eigenzinnige band. Met face paint en gekke kunstzinnige clipjes in zich uit. Deze plaat is een plaat uit 2017, is dat jaar nog genomineerd geweest als jazzplaat van het jaar in Australië. En dan denk je van, what the fuck, jazzplaat? Dit is toch een garageachtige band, een psychedelische band? Ja, dat klopt.
Maar op deze LP gewoon ze een samenwerking aan met Mild High Club. En dat is een band die maken gaat easy listening, pop, jazz-achtige muziek. En dan kent ze zich ook weer afvragen van, ja, wie moest ze dat dan combineren? Garage, psychedelisch, stevig, gruizig, met jazz, easy listening. Jongens, het kent en het levert een meesterwerk op. Deze plaat is echt fantastisch. Dit is een mix van Frank Zappa, Ween, Ten CC. Die jazzy passages, die motorcycle wel eens had met Van der Roos en weet ik wat. Dus dit is echt het schoolvoorbeeld van Z2 bands bij een wat eigenlijk niet kent. En dan kunt er shows gaat te gek zoet. Het is een enkele LP. De titel Sketches of Brunswick East. Dat is een spoof op Sketches of Spain van Miles Davis. De plaat had inderdaad een beetje een jazzy sound, maar ook een psychedelische sound. Terwijl zong er andere mellotron fluit op een gegeven moment. En twee drummers, ene links en ene rechts. Dus van die maffe combi's. Soms is het ook gewoon een beetje proggy wat ze was. Maar het heeft eerst keer de gruizige garage-achtige sound, lo-fi. Het is volgens mij ook allemaal op tape opgenomen en op tape gemasterd. Terwijl ze op een gegeven moment binnen bepaalde nummers ook, zeg maar, dat ze de snelheid van de tape gaat langzamer of sneller zetten. En dan op het einde van de passage weer terug naar het normale tempo. Het is min of meer het is een soort kunstwerk, deze plaat. En het is niet alleen instrumentaal, want er zit ook gewoon heel veel nummers op die werden gezongen. Volgens mij is de voornaamste zanger de frontman van King Gizzard. Dat is de heer Stu McKenzie. En als ze hem zuus, dat ziet er een beetje uit wie een surfer doet. Met van die lange blonde haren. Surf-invloeden werkt er niet zo heel veel op terug. Wat ik zeg, het is Frank Zappa. Het is, sommige nummers zijn gewoon echt... Hij net zo goed op een plaat van Ween kennen staan, van die poppy nummers met van die warge stumpjes en allemaal sound effects door haar. Terwijl ze ook op een gegeven moment gewoon hun blaffen en van die straatgeluiden door haar gemixt. Ik ken ze dit zin als een conceptalbum. Het duurt een kleine 35 tot 40 minuten. En als ze klaar is met loesteren, heb ze meteen gezegd van ik zet hem nog een keer op. Want er komt zoveel aan chique stijlen en melodieën en super vette. Even wat ik nog wil benoemen is het basspel van de bassist van de band. Bas vooraan in de mix, plectrumbas, heel droge plectrumbas, die een heerlijke sound. Die je ook min of meer door de plaat heen leidt. Maar er was dan even Van der Roos en Mellotron fluit en op een gegeven moment ook zo'n mini-moog-achtig geval en van allerlei soorten gekke percussie. Dus zet twee bands bij je in de studio, zet ze een geweer tegen de kop en zeg van, Geer gaat nu een plaat maken. Dat kwartje kan je opvallen. En in dit geval, ja, wat ik zeg, dit is gewoon een absolute topper. 2017, King Gizzard and the Lizard Wizard with Mild High Club. En de plaat heet Sketches of Brunswick East. Goed jongens, dan hebben we nog één plaat te gaan. Dan ben ik weer bij Ruud Kolen. Zeg het maar jong. Oh, ik lag van de zomer word een beetje lezen in de busje wat ze gewoon in de platenboek kreeg. Maar hier. En daar kwam ik de naam tegen. De naam was Snarky Puppy. Oh, en ik moest daarna via Dave Martijn. Dat is een keer gedumpt. Ja. En ik ga je altijd hebben een beetje opgeslagen zo van dat morgen een keer gaan loesteren. Nou ja, nu loos ik het weer en ik denk van ja, doe gewoon een keer loesteren.
En wat er toen gebeurde, ja, dat was echt... dat sloeg in als een boom. Het gaat over deze plaat. Ja, fantastisch. Plaat Silva. Plaat Silva is in Rotterdam opgenomen met het Metropoolorkest. Staat gans op YouTube. Dus voor degene wat straks de share is, die kan het gans gaan kijken. Dat heb ik dus ook gedaan. Ik ben via YouTube ben ik gaan kijken. En ja, dan kreeg ze het swingt, het rockt, het jazzt, het... De kind is zo gek in het opnemen. Het heeft een groove. Het publiek zit gewoon tussen de muzikanten met koptelefoons op te luisteren door die band. Ja. Het is... Het begint met Streakers. Het koos een soundtrack zijn van een zeer spannende film. Te gek. De Chris... drie blazers die een stuk spelen apart. Hoe de band toch gewoon bleef doorspelen, maar ja, hoe hun kunnen soleren. Pianostukken, klassieke pianostukken de tasje door. Waanzinnige drums, waanzinnig baswerk. Ja, echt ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Ja. Jammer dat ik daar niet bij word. Ik echt wel bij willen zijn bij dat feestje. Ja. Dus één nummer wil ik er een beetje goed lichten. Dat is The Curtain, sorry, 2. Het zijn drie plaatkanten. 2, 4, 6 nummers. Dus er zitten een aantal lange tasjes. Ja. The Curtain is de plaatkant 2. Dat is een vrij lang nummer. Ik geloof 40 of 50 minuten. Ongelooflijk wat daar gebeurt. Het begint dus echt met die Streakers en het begint echt heel erg rustig. Dan komen de trompetten en komen eraan, drums komen erbij, ja. Toetsen komen erbij, bas komen erbij, gitaar komt erbij, alles komt erbij. Het is jazz, maar wel van het niveau dat ze zei van, dat kent iedereen aan. Of ik ken de value aan, niet iedereen, maar value zou dat aankennen. Het wordt nergens moeilijk of te lastig of te complex of wat dan ook. Ja. De groove en de mood, dat blijft gewoon. De blijft dat, ja, eigenlijk de hele plaat. Ja. De zus, het plezier om te spelen bij die jongens. Echt plezier, spat er gewoon vanaf. Mm-hmm. Het is een jaar gewaarde band. Op een gegeven moment een xylofoon. Hoe zit het vandaag nog? Xylofoon. Dus, volgens mij was Zappa de laatste. Maar ja. Echt wel ziek. Ja. Dan zijn we bij de heer Frank Konings. Jong, wat heb je in de war gehoord nog? Een plaat waar ik al heel lang nog op zoek was. Ah, ja, die kop kennen we wel. Gary Numan. Yes. The Hybrid. Oké, man. Vertel. Ja, we kennen natuurlijk allemaal Gary Numan uit de jaren 70. Ja, met 2P Army en solo, een paar hits. Cars, Our Friends Electric. Down in the Park. Ja, een hele aparte stem met hem aan. Hè. Een beetje robotachtig uiterlijk hij er toen en zo gaat. En na de jaren 70 had er eigenlijk, is er een beetje op de achtergrond geraakt. Maar hij had altijd wel een soort vaste schare fans gehouden die wat een maal deden volgen. En Gary Numan had zich een beetje zo geëvolueerd in de jaren... Het met Nine Inch Nails op het podium gestangen. Hij is meer richting de gothic, darkwave, industrial gegaan, zal ik maar zeggen. En deze plaat, dat is ook zo'n plaat. Het is een plaat uit 2003. Ik heb de reissue 2020 op rood vinyl. Want die plaat kostte tot dit jaar... kosten die nog wel ergens uit te halen op eBay of Discogs, maar dan betalen ze daar tussen de 150 en 250 euro voor. Ja, um,
En dat vind ik dat gewoon een beetje te duur. Dus die sting al lang op mijn leaseke en die bleef er ook gewoon lekker op staan. Totdat ik ze zag. En toen heb ik ze ook gewoon meteen besteld. Ja. Het is een remix album eigenlijk. Met artiesten uit die scene. Curve, Flood, Sulfur, Andy Gray, Alan Mulder, Rico. Ze hebben waarschijnlijk nemens gehad. Ja, er zitten een paar bekende namen thuis. Flood en ja. Alan Mulder zijn bekende producers. Ja. Er zijn eigenlijk op die platen zijn die nummers van de jaren 70, 80, 90. Die stonden op, maar dan wel in een andere versie, wat ze gewend is. En er staan geloof ik 3 nummers op die wat speciaal voor dit album zijn gemaakt. Cool. Het is allemaal... Ja, het is gewoon echt super vet. Het is gewoon vette drums, scherrende gitaren, dikke synthesizers. Een hele donkere sound heeft het gewoon. Ik vind dit gewoon echt een fantastisch album. Ik bedoel, de deze het leeggoed. Dan zet ze de rookmachine aan, de stroboscoop aan. Dan zet ze het geluid op 100. En dan heeft ze een feestje, man. Dat is echt gewoon te gek. Dit is gewoon echt zo'n super vette plaat. Ja. Het shirt gewoon en ja, ook gewoon de nieuwe versies van zijn oude nummers. Er staat ook een versie op van Cars, van Our Friends Electric. Maar dat is gewoon, ja, dat klinkt gewoon als Gedanges. Dat klinkt gewoon als Nine Inch Nails. Of dat klinkt gewoon als gewoon ergens vette industrial. Ja. Weet, volgens mij, Ruud heeft een keer met me in de auto gezeten. Toen heeft hij een nummer van opstaan. En toen zei hij, wat is dit? Ik denk, ja, dat is Gary Numan. En toen hij ook zegt van, oh... Ja, dat is wel totaal geen angst als wat ik me toch bij voor heb gesteld, zal ik maar zeggen. Dus dit is echt, als ze er van de muziek hils, zal ik maar zeggen, als ze gewoon hils van de ja, synthpop on steroids, zal ik maar zeggen, dan is dit een absolute aanrader. Gek, man. Dus, dit is de kleur vinyl ongeveer, waarop is het uitgebracht. Ja. Super album. Gary Numan maakt trouwens nog steeds gewoon hartstikke toffe muziek. De, ja. Zou volgens mij ook op, wie heet dat in Hasselt? Sinners Day. Ja. Dat festival, dat zou er volgens mij ook spelen. Klopt, ja. Is al natuurlijk allemaal niet doorgegaan wegens corona. Ja. Maar Gary Numan, ja, die heeft gewoon een soort vaste fanbase. En hij wordt een beetje gezien als de grandfather volgens mij van de muziekstijl, van de synthpop en wat. Ja. De donkere versie ervan, wat er op dit moment deed. Ja. En hij deed het allemaal live op het podium. Dat vind ik ook wel cool. Hij deed het gewoon echt met instrumenten. Hij zei van, ja, dat hele computerdingen en zo. Ja, dat vond ik toen wel in de jaren 70 gebruikte ik dat, zal ik maar zeggen. Maar mijn hart ligt eigenlijk voornamelijk gewoon bij de echte instrumenten. Dus hij speelt dat gewoon ook met live, met drummers en gitaristen en zo weer allemaal. Dat is gewoon echt een... wel cool om hier te gaan kijken. Bas, jong, een beetje actie, Ger. Kom eens uit de stoel. En Lorde Sin was nog een aanbieding hebt, jong. Ja, ik hoor u verdonderd door het verhaal. Want Gary Numan, daar ken ik niet veel van. Behalve de hitjes. Dus ja. Het is wel weer een eye-opener. Dat is wat ik crunch tijd. Nu, ik heb ook een. Ook bekend. De naam tenminste. Ik zal hem van bovenaf laten gewoon. Dus het was op het netste. Oh, ja. Almond Brothers Band. Ja, dat is fantastisch. De naam Almond Brothers Band is natuurlijk ontzettend bekend. Ken iedereen van de intro van dat autoprogramma, of niet? Dat zou ons goed kennen. Ja, dat is een nummer van hun, ja. Ja. Het is een onvervalste bluesband. Ja. Maar ja, die zijn dus begoos. Ze hebben 2 platen gemaakt. Dat sloeg niet echt aan. En de platenmaatschappij, hij al zo gaat van die gasten moet voor ditje. Toen hebben ze een dubbel live album, Live at the Fillmore, hebben ze uitgebracht. Dat is waanzinnig. Daar zijn ze ook dus echt met, op de kaart terechtgekomen. En toen alles mogelijk. Dus de platenmaatschappij die zei van ja, die oude platen van ucht, die gaan we re-releasen. Want ja, nu veel er natuurlijk geld te halen. Yo. Zei die man, alles goed. Maar die eerste, die wil we op nu gemixt hebben. Want het wordt een klote mix.
En ja, die hij natuurlijk toen niet veel te zeggen als beginnend bandje. Dus toen hebben ze degene wat de tweede plaat heeft gemixt, hebben ze hem gevraagd om de eerste ook opnieuw te mixen, zeg maar. En ja, ik heb het origineel nooit gehoord, maar Beginnings is dus eigenlijk de eerste twee LP's in één hoes gestoken. En dan allebei gemixt door de Tom Dowd. Mm-hmm. En ja, het is echt fantastisch. Ja. Het begint met een nummer van Spencer Davis Group. En het is een gezongen nummer wat zie je dan instrumentaal spelen. En het leeuwendeel van het nummer gaat naar de orgelist, zeg maar, Greg Allman. Mm-hmm. Dat is orgel en zang, deed hij. Ja, dit nummer zingt er dan niet. Het gaat dan over in zijn onvervalste tranentrekker blues nummer. It's not my cross to bear. Echt super cool. Daarna komen dan twee get up-tempo rockers. Dus ze hebben eigenlijk zo alles uit de kas op de eerste plaat al. En ja, ze hebben twee gitaristen. En het is ook voornamelijk twee leadgitaristen. Dus ze geven heel veel solo's. Hoor ze neveneens spelen, hoor ze samen spelen, hoor ze tegen en in spelen. Ze doen eigenlijk van alles. En om dat geweld een beetje in toom te houden, hebben ze dus ook twee drummers. Ja, te gek. En dat maakt het geheel ook fantastisch, want ook die spelen tegen en in, maar ook middenin. Dus je hoort soms een batterie als ze echt samen spelen. Maar je hoort ook soms dat het bijna tegen de chaos aan klinkt. Maar ja, het is een plaat dat ik 70 geloof ik. Dus dat is nog niet zo aan de orde. En dat wordt ook niet hun stijl. Maar de hers wel. Die verschillen in presentatie, zeg maar. Met dezelfde instrumenten. En dan dat burger wordt er doorheen fiedeld. Ja, het is gewoon af. Het is gewoon echt gek. Ik hoor ook van veel in wat ik in de eerste platen van Dizzy Top hoor. Mm-hmm. Dat is ook de onvervalste blues. Echt heerlijk. En ja, hier staan eigenlijk op die twee LP's staan eigenlijk wel twee nummers die ze ook op de Live at the Fillmore hebben. Dat is Whipping Post. Daar is dit een heerlijk nummer. En op de Live is dat gewoon ene kant geworden. Hier is dat maar net voor 4,5 minuut. En die live versie duurt dan 20, 22 minuten of zo. Hè. Ja. En dan hebben ze nog In Memory of Elizabeth Reed. Dat is hier van 7 minuten. En ik geloof dat dan doorgaat van een kwartier wordt. Heerlijk. Maar dat is heerlijk. Dat geeft maar door en het geeft maar door. En ook hier kent ze niks stil blijven zitten. Dat rock, dat swingt. Dat, ja. Ja, ik vind het super cool. En ik ga daar live op de film hoor. Daarna heb ik dan Eat the Peach gekocht. Dat is dat wat er nou komt. Ja. Toen was Dwayne Allman al gestorven. Hij is in een motorongeluk gestorven. 25 jaar of zo. Maar ik vond het verschrikkelijk jong. Ja. En daar hij is inderdaad, zei je van dat live album, hij is er nog één nummer over, wat twee kanten lang duurde. Dat hebben ze dan op Eat the Peach gezet. En dan de laatste nummers met Dwayne. En dan 43 nieuwe nummers. Maar die negende al gaat meer richting de country rock op. Ja. En daarna, na dat album, is Barry Oakley, de bassist, is ongeveer op dezelfde plaats, ook met een motorongeluk, ook om het leven gekomen. Ai, ai, ai. Ja, verschrikkelijk, ja. En toen hebben ze nog Brothers and Sisters hebben ze toen uitgebracht. Dat is ook een hele mooie. En toen ik die hij zei even, ja, ik wil die eerste ogens gaan lozen, want ik heb er nog zoveel over gelezen. Ja. Ben ik nou dat tekstje in Helden gereden? Ja, dat hoeft niet te vragen, want hij staat er gewoon. En ja, dit is echt het summum. Ja, het is zo puur allemaal en zo strak door dat, ja, door die instrumenten. Ja. Hier word ik vond die anger al weergeloos, maar hier word ik echt door omver geblazen. Laatste plaat van vandaag, jongens. We zijn voor allemaal geweest. We zijn in Italië geweest, we zijn in Duitsland geweest, we zijn in Amerika geweest, we zijn in het Verenigd Koninkrijk geweest. Nou, waar we nog niet geweest zijn, is... Haha, op Mars. Op Mars. Waarschijnlijk heb je deze plaat allemaal. Ja. Ik nog niet, maar... Shame on you. Bas, serieus, deze plaat... Ik hoef er eigenlijk niet eens gaan over te vertellen. Gewoon ik toch doen, maar ook al heb ze me vooral niet gewerkt. Ja, deze plaat moet ze hebben. Dat is gewoon een no-brainer. Als ze een pro-rock-liefhebber best...
Dan heb ze The Red Planet van Rick Wakeman. Moet gewoon in de kast staan, onbedingt. Dit is namelijk gewoon lekker ouderwetse Rick Wakeman toetsen, instrumentale plaat. Gewoon zonder al te veel zweverig gedeuns of van die lang uitgesponnen denger die hij wel eens kent doen op platen. Nope. Dit is gewoon echt een super gebalanceerde, van begin tot einde totaal kloppend op alle fronten, instrumentale progrock plaat. Dit is dus een themaplaat over Mars. Rick Wakeman en de Martian Rock Ensemble, The Red Planet. Ja, gewoon het artwork is natuurlijk al kaasje, hè? Ja. Ja, zoals het gaat van, alleen om die hoes al. Natuurlijk weer een super vette uitklaphoes. Met de heer Wakeman in cosmonautenkostuum. Ja, goed. Dat spreekt natuurlijk al enorm tot de verbeelding. Maar muzikaal gezien is dit helemaal af. En productie-wise gezien is dit helemaal af. Dit klinkt gewoon echt als een klok gewoon. Dit is gewoon echt abnormaal goed geproduceerd. Het begint er natuurlijk met dat de heer Wakeman, dat is natuurlijk een absolute virtuoos op zijn instrument. Ja, dat is een toetsentovenaar, letterlijk en figuurlijk. Altijd geweest en is er nog immer. En op deze plaat gebruik ik ook weer lekker die ouderwetse toetsen dat ze van hem gewend was. Hammond Urgel, Kirk Urgel Sounds, Mellotron, Minimoog natuurlijk. Hè. Dat is eigenlijk zijn instrument wat het dichtste bij hem staat. En waar ze het meeste met associeert. Orchestrale sounds. Dus wat toetsen betreft, ja, zit ze gewoon echt op de eerste rij. De kreeg gewoon echt qua toetsen sounds gewoon dat wat ze wil van hem, dat kreeg ze ook. Maar Nederlijn, hij is geweldig op die plaat, maar die band die erbij schijt is gewoon ook echt gewoon achterlijk. Lee Pomeroy op bas, dat is binnen de progrock kringen is dat een bekende naam. Ik heb hem wel eens zien spelen toen veel in bij Steve Hackett. Ja, dat is gewoon de bassist, de hoofdste niks bij te maken. Hij had en de sound en de skills om een nummer proggy te laten klinken. Dan hebben ze de heer Ash Soan op drums, maakt ze ook niks wies. Is ook zo strak wie een metronoom. Klinkt ook nog eens een keer geweldig. Deed precies wat de mod op iedere plaat. En op gitaar, even met twee verre in de reet, de heer Dave Colquhoun of ze gaat. Daar mocht ook een paar keer, ze mogen allemaal een paar keer even laten zijn dat ze ook gaat kennen. En de heer Dave Colquhoun. Je hebt dan ook op deze plaat een aantal momenten waar even van de ketting mag. Echt geweldig, man. Echt super. Dus dit is een dubbel LP op 45 toeren. Op iedere plaatkijn stond twee nummers. De grote uitschieter voor mij is kijn 2, het eerste nummer. Volgens mij vindt Ruud dat ook. Knik maar even, Ruud. Eerder nummer heeft de naam van een gebied of een gebergte of een vallei of een vulkaan op Mars. En kent weer het eerste nummer, het Arcia Mons. Volgens mij is dat een vulkaan of ze gaat. Ja. En alle nummers zitten gek, maar daar sprong de roet. Gewoon echt vette toetsen sounds. En op een gegeven moment geeft de dynamiek dan een heel stuk terug en kreeg ze eigenlijk van een akoestisch gitaarstuk waar ik niks meer invult gewoon. En wat ik zeg, ieder nummer heeft een duidelijk muzikaal thema. En daar heb ze ook binnen die nummers op geen enkel moment ze gaat van is het nummer nog niet afgelopen, want hier verzanden we in lange instrumentale passages die niet boeiend zijn. Nope, want het is echt gewoon van het begin tot het eind ieder nummer super gearrangeerd en super gebalanceerd. Echt een genot om te loeseren deze plaat. De klank van de plaat is geweldig. De mix is uitmuntend. Dit is echt een plaat. Deze het leeggoed. Deze een gans klein lampje aan. Zodat ze de hoeskens bekijken. Onder het loeseren. Dan zet ze deze plaat op. De chicks, de vrouw de deur uit. Dan ken je naar opa en oma. En de zes deze plaat is een keer lekker held op van begin tot eind. En kan ze lekker wegdruimen. Ik bedenk dat ze op Mars zit. Een van de toppers die ik heb gewerkt dit jaar. Rick Wakeman en de Martian Rock Ensemble. The Red Planet.
Ja, man. Goed, jongens. Hey, dan zijn we helemaal rond en even 12 heel interessante platen de revue laten passeren. Er zitten een aantal bier die ik niet ken en wellicht voor u ook wel nieuwe dingen. Dus ga ik die vooral luisteren en laat even weten wat je ervan vond. Beste kiekers, voor u geldt hetzelfde. 12 titels zijn de revue gepasseerd. En qua genre echt heel erg goed uitlopen van hot naar haar. Er zit vastgaat tussen wat ik aansprak. Gank, als je een keer zin op die platen loesteren, laat die beneden in de comments weten of het je is bevallen. Laat ik vooral aan Oos weten wat ook nu je aanwinsten zijn en wat ver moeten gaan loesteren. In ieder geval, bedankt voor het kijken en tot het volgende lekkere plaatje.